zijn hier in Chaam op Wijngaard Dassemus. En om heel precies te zijn, zijn we ook hier in Dassemus. Dat is een kleine buurtschapje vlakbij Chaam. Chaam is misschien bekend, wereldberoemd van de 8 van Chaam, van de wielerwedstrijd. En nu vanwege de wijn die er vandaan komt. Ik ben begonnen met wiskunde te studeren in Leiden, dus het is echt heel wat anders. En als uitlaatklep had ik daarbij een beetje sporten en daarna werd dat heel veel sporten. Lekker buiten bezig zijn, dus dat beviel eigenlijk heel goed. Heel veel getraind, met heel veel plezier gedaan, heel veel gezien. En ja, op een gegeven moment houdt dat op en dan ga je toch naar iets nieuws op zoek, eigenlijk een nieuwe uitdaging. Dus ik zocht iets wat je ja, ook meer buiten... Ja, al met al hebben we dat in zo'n wijngaard wel gevonden. En we werken eigenlijk ook toe naar een wedstrijd in het jaar. Hè, de grote wedstrijd, dat is eigenlijk de pluk. Dat is ontzettend spannend. En een beetje hetzelfde als de topsport. Het was het eerst als hobby. In de moestuin gewoon met 20, 30 plantjes. En een cursus in Nederland gevolgd, dus het is allemaal leuk en aardig. Het is allemaal een beetje in de hobbysfeer nog. En op een gegeven moment komt hier een groot stuk grond beschikbaar, toen kon het iets groter aanpakken. En we zijn begonnen met 1 hectare. En dat is, ja, dat kan je nog wel als hobby zien. Het is zo'n beetje 20 uur in de week werk, dus dat kan je nog wel naast je baan doen. Maar om ook het vak een beetje te leren van het wijnmaken, ben ik naar Duitsland gegaan om daar stage te lopen. Dat leek me handiger dan nog weer allerlei opleidingen te gaan volgen. En ja, daar heb ik echt gezien wat het vak inhoudt. En toen daarna, ja, dat is echt zo'n moment dat je zegt van ja, dit gaat hem worden. Maar dan is het natuurlijk nog steeds onzeker of het ook in Nederland kan. We hebben hier nu op het moment zo'n beetje 18 soorten staan. Dat zijn eigenlijk de bekende zogenaamd resistente soorten. Dus die resistent zijn tegen schimmels. Wij willen hier biologisch werken en we willen gewoon niet spuiten. Dus dan kom je automatisch bij de resistente soorten uit. En dan kan je niet aan de slag met een Riesling of een Pinot Gris. Dus wij hebben hier gewoon Solaris, Rondo, Johanniter, dat soort soorten staan. We hebben ook zilver en brons medailles gewonnen. Ja, dat is natuurlijk leuk en vooral naar de buitenwereld laat je zien dat de kwaliteit goed is. Maar ja, het doel is gewoon hele goede wijn te maken en dat mensen daarvan kunnen genieten. Ik ben toch wel trots op dat wij, hè, wat veel mensen zeggen dat het niet kan, druiven laten groeien zonder spuiten. En wij spuiten hier gewoon helemaal niet. En toch is het ons gelukt om hele goede wijn te maken. En dat is gewoon fantastisch. En er zullen echt wel nog problemen aankomen. Dan zien we het allemaal weer. Maar in principe, op onze manier, kunnen we hele goede wijn maken. En ik denk dat die planten zijn nog relatief jong. In de komende jaren wordt het alleen maar beter.